Oké. Ja. Nou, als het goed is ben ik weer te zien in de grote zaal. En we staan hier natuurlijk met Erik Woning van Kennisnet. Het is hier nog erg gezellig druk, zie ik. Kun je een impressie geven van de eerste helft? Hoe heeft men gereageerd op de 9 educatieve applicaties die hier getoond worden? Nou, zoals je ziet, het is nog steeds super druk en iedereen is volop in gesprek over de innovatieve start-ups. Wat opvalt is echt dat echt iedereen super blij is. We hebben alleen maar blije gezichten. Iedereen is happy. En dat is in ieder geval goed nieuws dat we op de goede weg zitten en dat deze mensen hier een leuke bijdrage gaan leveren. Ja, maar als het alleen maar goed is, dan leren we er niks van. We willen wel een beetje kritische meningen ook hebben, toch? Ja, precies. Nou, er zitten ook wel wat kritische meningen tussen misschien. Mensen die hebben ook niks ingevuld bij waarom ze dat dan precies vinden. Die zijn er ook tussen. Maar wat opvalt is in ieder geval dat over Pulsom bijvoorbeeld, dat het voor de docent echt een openbaring kan zijn om zijn leerling nu eindelijk echt te zien. Dat is een reactie die we hebben gekregen. Maar ook over het gameconcept dat we hebben, Monster Valley, dat mensen daar super enthousiast van werden en dat ze daar ook nog cognitieve shizzle van leerden ook. Nou, wat wil je nog meer? Hartstikke mooi. We krijgen straks om 10:00 nog even een tussenstand. Dit blijft tot 10:30 open. Dan kunnen mensen nog blijven testen. Ik hoop dat ze het volhouden. Erik, in ieder geval hartstikke bedankt voor nu. Goed. Ja, ik ga weer naar je naast, naar de grote zaal. Dus ik zou zeggen, power to the people. Begin maar met spelen. Dames en heren, welkom bij deel 2. Ik moest even rennen, want het was hartstikke druk daar. Er stonden nog allemaal mensen gezellig te borrelen en over die applicaties te kletsen en zo. Ja, keuzestress, hè? Wil je nou hier zitten of daar? Ja, dat is ook de toekomst van het onderwijs. Je krijgt zoveel aanbod dat je steeds moet bepalen, maar ga ik nou dat doen, ga ik nou dat doen? Dat is allebei hartstikke leuk. Voor de mensen die hier staan en een beetje moe zijn, is vooraan is er nog zat plek. Dus kom er nog even gezellig bij. Goed. De applicaties zijn tot 10:30 te testen, maar hier gaan we het natuurlijk hebben over het grotere verhaal. Waar gaat het naartoe met al die data? In de eerste helft hebben we al laten zien van je kunt er hartstikke leuk mee spelen, je kunt jezelf kwantificeren. Er is al heel veel data bij de overheid. Als je die vrijmaakt kun je meten, vergelijken, schoolkeuzes, bijsturen, al dat soort dingen. En learning analytics, dat alle knopjes die de leerlingen steeds indrukken, is ook weer informatie voor bijsturing. Meten, regelen, vergelijken. Wordt dit een ideaal individueel onderwijs waarbij iedereen op zijn wenken bediend wordt, waarbij we met z'n allen verbonden zijn via de social media? Of wordt het één grote machine, een meet- en regelsysteem waarin geen ontsnappen meer is aan de code? Die balans gaan we zoeken vandaag. En in deze tweede helft gaan we het hebben over de mensen die het echt moeten gaan doen. We hebben straks 2 rectoren van middelbare scholen over hun visie op de toekomst van het onderwijs. Maar we beginnen eerst met de datateams van de Universiteit Twente. Dames en heren, mag een hartelijk applaus voor Sydney Poortman en Kim Schildkamp. Ja. Dames, welkom hier bij Tech Talk Late Night. Goedenavond. Sydney. Hallo. Kim. Hi. Oh ja, ik kan ook wel aan weerszijden gaan staan, dat is ook gezellig. Kim, jij bent universitair docent. Jij bent een postdoc, Universiteit Twente. De data teams. Ik lees allemaal van dat mooie jargon. Opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken, daar gaat het bij jullie om, hè? Wat houdt dat precies in, Kim? Dat gaat eigenlijk om, tenminste zoals wij het definiëren, is dat scholen hebben heel veel gegevens. En waar het om gaat, is op een goede manier gebruik maken van die gegevens om je onderwijs te verbeteren, zodat het uiteindelijk ten goede komt aan de leerlingen. Ja. Dus de leerlingen centraal. Oké. En wat voor gegevens kunnen we aan denken? Want het zijn gegevens die er al zijn, dus blijkbaar. Ja, in principe is dat de insteek. Gegevens die scholen al hebben. Scholen hebben inderdaad al heel veel gegevens, maar gebruiken die nog niet altijd effectief en efficiënt om de resultaten te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om inspectiegegevens, examenresultaten, toetsgegevens, CITO-gegevens. Oh, dus je hebt niet een vast format of zo van dat soort spullen. Dan beginnen we eigenlijk alles wat ze hebben. Nee, want het uitgangspunt is het probleem waar de school zelf mee aan de slag wil. Bijvoorbeeld een school wil aan het doorstroom werken. En dan gaat het om de data die daarbij passen. Dus het is niet data gestuurd, maar het is vanuit de context waar de school mee aan de slag wil. Ja, want hoe werkt dat in de praktijk? De scholen benaderen jullie of jullie komen daar zelf aan van hey. Oh, het leuke is dat we gestart zijn vanuit de scholen.
dat er vanuit de scholen heel veel behoefte was van ja, we moeten nu ineens opbrengstgericht werken. Hoe doe je dat? Van ja, jullie zijn daarmee bezig, kunnen jullie daarbij ondersteunen? En wij hebben een aantal jaar geleden een hele mooie methode ontwikkeld daarvoor. En dat kwam dus heel mooi samen toen. Ja, want jouw titel is inderdaad van data-driven curriculum... nog iets. Kijk, ik had het hier ergens op geschreven. Ja, ik vond het zo mooi. Oh ja, data-informed curriculum reform. Dat is jouw leerstoel, zal ik maar zeggen. Dus er is een stuk wetenschappelijke ontwikkeling en directe praktische toepassing. Maar wat je zei net al, inderdaad, het opbrengstgericht werken, dat is ook iets wat vanuit de overheid wordt opgelegd. Maar in de wetenschap zelf is dat dus ook een soort trend, dat mensen daar steeds meer mee bezig zijn. Ja, het is eigenlijk uit Amerika komen overwaaien. Daar lag heel erg de nadruk op scholen die afgerekend worden op basis van gegevens en dan met name leerprestaties. En wij neigen daar nu ook een beetje naar, maar wat wij heel erg proberen te benadrukken is, aan de ene kant heb je de verantwoording, dat is ook belangrijk, maar bij ons staat de schoolverbetering en de professionalisering van de docent centraal en dus niet zozeer die verantwoording. Dat zeg je wel, maar die twee gaan natuurlijk wel vaak samen. Ja. Kijk, je gaat meten en dan komen die cijfers naar buiten. Nou, dan krijgen we natuurlijk Alette Barmans, die wil dat allemaal openbaar maken. En dan zeggen die ouders, hey, potverdikke, de leraar-ratio klopt helemaal niet op school. En jullie zeggen dat het allemaal verandert. Je komt wel een soort politiek krachtenveld terecht natuurlijk met je meting. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ik denk wat heel belangrijk is, waar wij mee beginnen, is vanuit de school zelf. Waar loop je nu al jarenlang tegenaan? En dat zijn vaak problemen die al jarenlang spelen. Van, nou ja, de doorstroom in de bovenbouw is al jarenlang onder de maat. Of ieder jaar balen we weer van onze examenresultaten Engels. Ja. En daar beginnen wij. En natuurlijk wordt het ook wel vaak ingegeven vanuit die verantwoording en vanuit de onderwijsinspectie. Want als je doorstroom niet goed is, dan is de onderwijsinspectie die je daarop wijst. Ja. Maar het is wel vanuit de school, wij willen hier nu aan werken. Ja, maar dat komt er misschien vanuit de schoolleiding, neem ik aan, dat zij bij jullie komen. Maar dan start waarschijnlijk ook een soort zwarte pietenspel, hè? Want dan heb je die meting gedaan. En dan zegt die leraar van ja, maar bij ons scoren ze laag wiskunde, omdat die klassen voor mij er gewoon helemaal niks aan doen. Zie je nou wel? Hoe ga je daarmee om? Nou, het initiatief kan wel vanuit de schoolleiding starten, maar de datateammethode die hiervoor ontwikkeld is echt een stappenplan waarmee we met een team van docenten en schoolleiders, 4 tot 6 docenten en 1 tot 2 schoolleiders, met een concreet stappenplan om het probleem op te lossen aan de slag gaan. En dat probleem wordt dus al in de eerste bijeenkomst op tafel gelegd en verschillende mensen brainstormen erover van hoe kunnen we dat aanpakken, waar komt dat door? Maar ten eerste, wat is nu eigenlijk het probleem? Staan we er allemaal achter? En ook meteen al hebben we er data bij om te bewijzen dat het een probleem is. En heb je ook wat commitment natuurlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Want je zei al doorstroom inderdaad, uitval. Wat voor soort problemen komen scholen mee bij jullie? Ja, te veel zitten blijven ze in een bepaald leerjaar. Lage examenresultaten, Engels of wiskunde bijvoorbeeld. Maar ook in de brugklas lage toetsresultaten, wiskunde bijvoorbeeld. De meeste thema's is doorstroomrendement en examenresultaten, ja. En zit er ook een bepaalde continuïteit? Want je komt daar en dan is het acuut en dan doet ook iedereen mee natuurlijk. Maar dan heb je die meting gedaan en zeggen ze, oké, nou, de doorstroom ligt dus aan dat. Maar dan wil je natuurlijk wat continuïteit. Lukt dat een beetje? Of is het gewoon hit and run en... Nou, die continuïteit zit erin. Dat Zwarte Pietenspel, dat wordt inderdaad veel gespeeld, als we het zo noemen. Problemen in de bovenbouw worden natuurlijk altijd veroorzaakt door de onderbouw. Problemen in de onderbouw worden veroorzaakt door de basisscholen. Dat natuurlijk is meestal de eerste hypothesis die we onderzoeken. Ik zie hem hier mooi staan, hij is niet leesbaar. Ja, maar wat we doen is, we gaan die hypothesis onderzoeken met behulp van data. En heel vaak blijken die eerste hypothesis die mensen hebben, dus die onderbuikgevoelens, niet te kloppen. En dat is het mooie eraan, want dan leren mensen eigenlijk hoe belangrijk die data zijn. Want als die veronderstelling van mij niet klopt, dan kloppen andere veronderstellingen misschien ook niet. Dus misschien moet ik toch wat meer gebruik gaan maken van die data in mijn onderwijs. En dat is waar wij naartoe willen. En dat zien we nu ook in onze projecten ontstaan. Dat een docent aardrijkskunde zegt van ja, ik zit in een datateam doorstroom, maar ik had een toets afgenomen en die werd heel slecht gemaakt. Dus ik ben met de vaardigheden die ik nu heb eens even gaan kijken waar dat nu door kwam. En ik weet nu wat ik de volgende les anders moet doen. Oh, je kunt dus misschien ook juist het Zwarte Pietenspel tegengaan daardoor. Want je kent natuurlijk ook van die stokpaardjes inderdaad. Het ligt aan de onderbouw, nee, het ligt aan de bovenbouw. Dan kun je ook een beetje ontzenuwen op die manier. Blijven hangen daarin, hou je tegen. En dat is echt een eye-opener, dat het toch niet aan de basisscholen ligt. Of toch niet aan de VMBO-instroom ligt, als het om de HAVO gaat bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Hoeveel scholen doen er inmiddels mee? In totaal zullen we met dit onderzoek tot 2015 meer dan 30 scholen begeleiden. Okay. En er zijn nog steeds scholen die...
wekelijks interesse tonen hierin. Oké, okay, ja. Want het is dan weer een wetenschappelijke vraag natuurlijk. Als je dan een kritiek aantal hebt, kun je niet alleen de school met zichzelf vergelijken, maar ook weer beter met elkaar vergelijken. Zit je op dat niveau nu of is het wat dat betreft niet echt een representatieve steekproef, om het maar even zo te zeggen? Dat is wel wat wij in het onderzoek natuurlijk trachten te doen. Kijk, in het onderzoek proberen wij aan te tonen dat de methode die wij ontwikkeld hebben werkt als het gaat om professionalisering en werkt als het gaat om schoolverbetering. Ja. En we hebben inderdaad nu langzamerhand genoeg massa om dat ook te kunnen bewijzen. Ja. Kijk, want voor de wetenschap zelf is natuurlijk interessant. Nou, jullie zijn allebei al gepromoveerd, dus dat hoef je niet meer te doen. Maar hoe voeg je die kennis weer terug naar het wetenschappelijk veld? En wat vinden zij van jullie, van wat jullie doen? Zeggen ze gewoon, oh ja, dat is leuk derde geldstroom? Of zeggen ze van, nou, echt wat jullie doen, dat is veldonderzoek waar we wat aan hebben? Ik denk dat laatste, we publiceren er heel veel over en we komen veel op conferenties. We hebben net een boek uitgebracht waar ook de datateams in staan. En er komt gewoon ontzettend veel interesse op. En we proberen ook op elkaars werk voor te bouwen. De datateammethode is ook ontstaan op basis van wetenschappelijk werk wat andere mensen voor ons hebben gedaan. Ja. Oké, want je zei net al, van het kwam overgevlogen uit de Verenigde Staten. Maar je doseert bijvoorbeeld ook in Nieuw-Zeeland en in Engeland en zo. Ja. Als je Nederland nou vergelijkt met andere landen, hoe doen wij het met opbrengstgericht werken in het onderwijs? Liggen we voor of moeten we het allemaal nog ontdekken? Of? Ligt eraan waar je het mee vergelijkt. Als je het vergelijkt met de Verenigde Staten en Engeland, liggen we heel erg achter. Als je het vergelijkt met Duitsland en België, de omringende landen, dan liggen we weer wat voor. Het zijn ook andere schoolsystemen. Is dit echt een Anglo-Saxische benadering van dat opbrengstgericht werken? Dit klinkt ook een beetje rationeel, hè? Weet je, you have a target, you need to improve yourself en voilà. Het is ook een beetje een cultuur iets. Het vergt ook een hele cultuuromslag. Het is anders dan wat wij in het onderwijs gewend zijn. Wat ik zelf, ik geef ook les op de universiteit. Mijn eerste reactie als ik een tentamen af heb genomen en het slecht gemaakt, dan zeg ik, ja, die studenten hebben niet geleerd, die waren alleen maar aan het feesten. Ja. Terwijl je ook gewoon naar jezelf moet kijken van, oké, wat kan ik daaraan doen, zodat het de volgende keer wel goed gaat. En dat merk je in het onderwijs ook. We zijn gewend om van, we hebben een probleem, we nemen een maatregel. Ja. Zonder te kijken waardoor dat probleem veroorzaakt is. En dat proberen wij te bereiken. Oké. Wat is de toekomst van deze methode? Je hebt nu 30 scholen. Hè? Er zijn natuurlijk veel meer. Gaat zich dit uitbreiden, denken jullie? Is wel de bedoeling. Daar zijn we mee bezig. Nou ja, Cindy zei al, we krijgen elke keer nog weer nieuwe aanvragen voor scholen die graag een datateam willen. Daar proberen we aan te voldoen. En wat nog leuker is, dat er ook waarschijnlijk een project gaat starten in België met de datateammethode. Okay. Met Engeland zijn we bezig, dus we gaan langzaam verder. Ja, internationaal. En we zijn nu vooral onderzoek aan het doen in het voortgezet onderwijs. Maar het kan natuurlijk ook voor andere sectoren interessant zijn. MBO, primair onderwijs. Het is gewoon een concreet stappenplan waarmee je met opbrengstgericht werken verder kunt komen. Zijn jullie erin ook niet een beetje afhankelijk van de politiek? We hebben natuurlijk CDA's en VVD'ers bij onderwijs gehad. Nou, die zijn natuurlijk heel erg voor een rationeel model van hè, je moet excelleren, je moet verbeteren, meten, vergelijken. Straks we krijgen nou ineens een rode regering of zo. Die zeggen van nou, niet zo moeilijk doen. Geef ze gewoon allemaal een zak geld en lekker kletsen. Is dat een risico in jullie werk? Nou, ik denk, tuurlijk. Profiteren wij er nu? Ja, profiteren is niet helemaal het juiste woord, maar het is fijn dat er nu zoveel nadruk vanuit de overheid is op opbrengstgericht werken. Maar ik denk, ook voordat er zoveel aandacht was, het hele idee daarachter, je hebt bepaalde doelen en je moet kijken met behulp van gegevens of je je doelen al dan niet behaalt. Of dat nou op schoolniveau, op klasniveau of op leerlingniveau is. Volgens mij kan niemand ontkennen dat dat nu belangrijk is en altijd belangrijk blijft. Oké, dus in die zin blijft dat wel. Als je die scholen ook meekrijgt natuurlijk, hè? Want als het werkt, geloven ze er zelf ook wel in. Ja. Jullie zijn natuurlijk dol op meten, hè? Maar je kan niet alles meten. Als je nou gewoon de vrije keuze mocht hebben, hè? Er is geen privacywetgeving, er is ook geen servercapaciteit tekort. Je kunt gewoon alles verzamelen van scholen. Wat zijn gegevens waarvan jullie denken van nou, vooralsnog konden we dat niet meten. He, misschien de stappen tellen of glucose meten van Joost. Om even zo te denken. Wat zouden jullie willen meten wat nu nog niet kan? Hele goede vraag. Is alles er al? Nou, ik denk dat we heel veel meten, maar ook nog niet alles goed meten. Tenminste, als ik kijk naar sommige gegevens waar wij mee werken.
dat je wel echt veel vragen kan stellen bij de kwaliteit van de gegevens die beschikbaar zijn op sommige scholen. Okay. Dat ik denk van nou, daar is nog wel een slag in te maken. Waar wij ook veel nadruk op leggen is dat het dus betrouwbare en valide gegevens zijn. Dat bijvoorbeeld als het om vragenlijstgegevens gaat, dat het dan een goede vragenlijst is. En we zijn bij veel scholen geweest waar de vragenlijst bijvoorbeeld over tevredenheid of motivatie van leerlingen, dat het geen goede vragen waren, dat er dubbele ontkenningen in zaten, dat soort dingen. Dus dan is al een goede stap en winst te boeken op dat gebied. Wat ook heel leuk is, kijk, onze insteek is wel gegevens die al beschikbaar zijn, ook om het haalbaar te houden. Ja. Maar soms is het ook zo dat de vraag echt is van, zit het nou in een proces van een leerling? Wat zit er nou achter dat een leerling blijft zitten? En we raden soms dus ook datateams aan om kwalitatief onderzoek te doen. Dat wil zeggen dat ze interviews gaan houden, dat ze leerlingen gaan observeren. En de eerste reactie is dan soms, ja, maar we kunnen toch niet leerlingen gaan vragen? Terwijl je staat dagelijks voor de klas voor leerlingen. Dus waarom zou je nou juist niet de leerlingen vragen hoe zij het ervaren, wat ze ervan vinden? En dan begeleiden we ze weer bij het soort interviews, het type interviews en hoe je dat uitvoert. En dat levert ook hele interessante informatie op, waar docenten ook heel enthousiast van worden. Van, hey, als we de leerling vragen, zegt hij dit of dat. Dus dat is niet zo kwantitatief meten, maar het is wel data. Het is natuurlijk ook wel een leuk bijeffect. Je bent ondertussen de leraren aan het bijscholen in wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat is zeker een beetje opvoeden. Eigenlijk ook een van de doelen die we hebben. Ja. Maar uiteindelijk moeten ze natuurlijk wel aandacht houden voor de kleintjes en niet te veel voor de getallen, toch? Uiteindelijk staat de leerling centraal. Maar wat wij doen met scholen is ze laten zien dat je door gebruik te maken van die gegevens je de leerling nog beter kan bedienen. Ja. Dan zonder dat je dat daarvoor deed. We hadden bijvoorbeeld een team wiskundedocenten. En dat had problemen met de wiskundeprestaties in de brugklas. En zij gingen naar hun schoolleider. Ja, we hebben meer uren nodig. Ja. En uiteindelijk bleek uit het datateam dat de hoeveelheid uren helemaal niet datgene was wat het probleem veroorzaakte. Maar de manier waarop zij die uren aan het invullen waren wel. Dus met behulp van gegevens kan je heel specifiek beter onderwijs leveren aan die leerling. Dat is helemaal mooi. Dus er komt zo'n schoolleiding bij jou, we hebben een probleem. En dan zeg je, je hebt eigenlijk helemaal geen probleem. Dat is ook wel eens leuk natuurlijk. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat dat ook nog af en toe gebeurt. En dat ze nog alle aandacht hebben voor de school. En nou, de datateams die komen er wel. Dus ik hoop dat jullie van 30, 40 naar 50, die straks heel Nederland wordt doorgemeten, vergeleken dat allemaal beter wordt. Goed, hartelijk applaus. Kim Schildkamp en Cindy Poortman. Dankjewel. Ja. En op datateams.nl kunt u nog precies nakijken hoe dat allemaal werkt met die modellen en zo. Het is allemaal rete interessant, ook wetenschappelijk gezien, maar natuurlijk ook voor jullie scholen. Goed, dan nu. Zitten er nog learners bovenaan? Ja, oké, ja, Pim, nou, hallo. Die datateams, hè? Wat vinden jullie daarvan? Hoi. Nieuws Gouwman, hoi. Hoi. Ja, ik moest even checken of dit onze microfoon was. Ja. wat ik vooral interessant vind, is het verschil tussen data, gegevens en daadwerkelijke informatie. En zoals je net al aangaf, van, nou, stel je voor je kan alles meten, dus neem inspiratie van Joost en meet ook dingen die misschien niet direct relevant zijn in onderwijs zoals we dat tot nu toe kennen. Dus niet de toetsresultaten, niet de aanwezigheidspercentage, maar ga misschien ook eens kijken naar voeding of iets dergelijks, want dat heeft ongetwijfeld invloed op jouw lichaam en actieve stoffen in jouw hersenen en dus de mogelijkheid om informatie tot jou te nemen. En misschien kan je dan wel hele relevante informatie ontdekken in het verschil in voeding en drinken en activiteiten en percentages van hoe vaak jij buiten bent in de best presterende leerling die misschien volgens E-dozen informatie, zeg maar met 1 uur oefenen al gelijk helemaal aan de rechterkant van die grafiek zit. Ja. Tegenover de persoon die hele weken aan het zwoegen is en er nog steeds geen donder van snapt. Ja. Okay. Misschien kan je juist in die informatie leuke dingen vinden. Nou, ik vind het wel interessant inzicht inderdaad. Het begint nu ook een beetje te dagen. Want bij de onderwijsinspectie hadden ze dan gewoon normen en dan ga je meten en dat komt eruit. Maar gaandeweg de programma zie ik dat omkeren, want er is al heel veel data. En als we dat nou verzamelen, dan op een gegeven moment zien we bepaalde patronen. En of die data dan relevant is, dat zie je pas achteraf. En dat weet je niet vooraf. Dat is misschien wel een interessant inzicht waar we vandaag mee naar huis kunnen gaan. Dankjewel, Nieuws. Goed, dan nu het. Oh, jij wou ook nog even wat zeggen. Ja, tuurlijk, kom maar. Oh ja, nee. Ik herinner me een
Een mooi voorbeeld hiervan dat we op de verdieping bij Kennisnet wel eens voorbij hebben horen komen. Dat ze op een gegeven moment hebben ze de luchtkwaliteit in lokalen gemeten. Gewoon omdat ze dachten, nou, misschien doet het iets, misschien ook niet. En toen bleek dat echt significant uit te maken of je tijdens een lesuur zoveel het luchtpercentage beter was. Voor de resultaten echt hele punten gingen de cijfers omhoog als het de luchtkwaliteit beter was. En dat, nou ja, dat is ook zoiets waarvan je denkt van ja, moeten we dat nou meten? Heeft dat invloed? Maar als je het gewoon meet, dan komt er misschien wel een resultaat uit waar je heel veel van kan hebben. Oké, nou, vandaar dat ze bij ons in Rotterdam zo slecht scoren. Het is gewoon slechte kwaliteit lucht. Nou, hier op het podium wordt het ook wat heten. Dus wie weet wat dat voor effecten heeft nu weer. Nou, ik word natuurlijk gemeten door Joost. Dus ik zal achteraf zien waar ik op mijn piek was en waar mijn dal zat. Maar goed. Qua programma komt nu de piek, het visiedebat. Want we hebben nu heel veel mensen langs zien komen die van alles doen met data, maar uiteindelijk moet de schoolleiding wel bepalen van welke visie hebben we, welke kant gaan we op. Hè? Want er is jarenlang is er geïnvesteerd in ICT in het onderwijs. In het begin was het zoiets van, we moeten allemaal online. We zitten nu een beetje op een keerpunt, zo van ja, wat heeft nou wel zin en wat niet? Hè, waar doen we het goed en waar niet? En zeker als je dat vervolgens ook nog allemaal gaat meten, vergelijken en afrekenen. Goed, we hebben daarom van het Hondsrug College uit Emmen hebben we Kees Versteeg en van het Utrecht Stedelijk Gymnasium Hanneke Taat. Even tussen jullie inst en als het dan een debat wordt, dan kan ik af en toe nog even. Goed. Nou, het zal er niet zo heel heftig aan toe gaan, want jullie zijn allebei toppers en wat dat betreft valt er niets te verliezen. Maar ik begin even bij jou, Kees. In de media word je wel eens gekscherend de iPad-school genoemd, ja. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Want je wordt ook regelmatig gevraagd, ook scholen in het buitenland, wel leuk, dan moet je ineens naar Warschau toe om daar uit te leggen wat ze dan doen. Bij de school in Nederland heb je op een gegeven moment gezegd van nou weet je wat, kom maar gewoon één keer per week bij mij langs en dan komen iets van 15 scholen om te ontdekken wat jij nou precies doet op school. Wat is nou zo bijzonder aan het Hondsrug College? Nou, in ieder geval niet de iPad die wij gebruiken, maar datgene wat we ermee doen. Het platform wat we hebben, wat hier een van de tafels hiernaast staat, Pulson, dat zorgt ervoor dat wij maatwerk kunnen leveren bij leerlingen aan de hand van het profiel van leerlingen. Daarin staat nou ja, iets over leerstijl, over interesses, over niveau, over modaliteiten. En het platform doet net zoals bijvoorbeeld ze dat bij bol.com ook doen. Zorgen ze dat we precies zien wat leerlingen doen en aan de hand daarvan krijgt de leerling een aanbod voor een vervolgtraject. Dus eigenlijk alle lessen zijn digitaal? In die zin. Nog niet. We hebben een aantal vakken op deze manier gemoduleerd en gemetadateerd. En daar hebben wij nu sinds 2 jaar draaien we daar nu proeven mee. En steeds meer scholen gaan projecten draaien met dit systeem. Moet het ook een iPad zijn? Of kun je ook een Android? Nee, het is platform onafhankelijk. Wij hebben toevallig de iPad gekozen. Maar het kan op een laptop of iets. Nou ja, ieder andere tablet, dat maakt op zich niet uit. Ja, nee, dat was mijn volgende vraag, want ik stoor me af en toe aan de Steve Jobs scholen. Ja. Een soort van evangelie. Het is gewoon om die spullen te verkopen natuurlijk. Het is mooie spullen, maar als het je nou... Het is wel mooi spul. Nou, ja, maar het is ook rete duur. Dus ik weet niet, die leerlingen ook niet meer. Maar dit is dus platform onafhankelijk. Ja, klopt. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hanneke, hoe gaan de leerlingen bij jullie om met IT? Hebben ze ook allemaal iPads op schoot en Androids en dingen nee, en zo? Of is dat nog lekker... Ja, gymnasium, daar zijn ze natuurlijk dol op papier, of niet? Denk je? Dan loop je wel een beetje af. Ja, ik ben ook al 41. Nee, we hebben de laatste 2 jaar, moet ik zeggen, een enorme ontwikkeling doorgemaakt, omdat we van gebouw zijn veranderd. Soms kan een gebouw gewoon een structuur hebben waarin je niks kunt. Ja. Dus sinds 2011 zitten we in een gloednieuw gebouw. En dat staat vol met smartboards en geen iPads, maar wel laptops, computers en wat al niet. En leerlingen gebruiken heel veel ICT in hun studie. Maar het is nog niet zo dat wij een echte iPad-klas hebben, want daar zijn we nog steeds naar op zoek, wat we precies willen. Ik ben bij Kees wezen kijken, ik ben op veel meer plekken wezen kijken. Ja, ik ken Kees al langer dan vandaag. En het klinkt natuurlijk heel interessant, maar het heeft niet alleen met de structuur en het materiaal te maken wat je zegt. Het heeft ook met de content te maken die je nodig hebt om daar iets mee te kunnen doen. En hoe pak je dat nou zo aan dat je leerlingen onderwijs op maat kan geven, want dat is waar wij eigenlijk naar zoeken. Want binnen de gymnasia heb je leerlingen die een heel brede range hebben in wat ze allemaal kunnen. Dus wij zijn enorm aangewezen op maatwerk.
En dat is dus een van de dingen die je hiermee heel goed zou kunnen doen. Ja. Maar je moet dan wel content hebben waar die leerlingen zich ook op stuk kunnen bijten. En die is er nog niet zoveel. Nee, want hoe kom jij daar nu aan? Want in mijn tijd had je gewoon de grote uitgevers, die maakten gewoon één basisboek, bam, stamp je in je hoofd. Spelen die uitgevers nog steeds een belangrijke rol? Of zijn die echt? Ja, absoluut. Het is ook een vak apart, laat het ook duidelijk zijn. En natuurlijk heb ik ook docenten die nog steeds ook schrijver zijn voor uitgeverijen. Maar ik denk dat wij in de toekomst nog steeds gebruik zullen maken van de content van uitgeverijen. Maar niet meer in de vorm die we nu kennen. Ja. Ik bedoel, ik heb nu geld voor één methode, voor één vak. En daar moeten we 4, 5, 6 jaar mee doen. En ik denk op het moment dat je digitaal gaat doen en je gaat in heel andere modellen gieten. En je gaat het bijvoorbeeld modulair aanbieden. Dat je ook heel anders over de content kunt gaan nadenken. Dus dat je niet meer gedwongen wordt om alleen maar de methode te volgen. Ja. Maar dat je gewoon veel meer bezig bent om als docent te arrangeren. En de software die helpt je daarbij. Ja, oké. Okay. Dan wil ik even gaan naar al het gemeten en vergelijken inderdaad. Want als je dat doet, dan kun je natuurlijk ook precies kijken wie wat scoort in de klas. Zo is hartstikke handig. Jullie zijn een excellente school. Ja, en voor de mensen die niet weten wat het is, dat waren er geloof ik 52 in Nederland. En dan krijg je zo'n praatje van staatssecretaris Sander Dekker. Ja. Dat is prachtig, dat excelleren is de norm. Hè? Dat je niet voldoet aan het gemiddelde, maar dat je een voorbeeld bent voor de rest. Ik kan me voorstellen dat je wel blij bent met al dat meten vergelijken. Of zal het je... Nou, daar zat het hem niet zo heel erg in, eerlijk gezegd. Wat ik heel erg fijn vond aan de manier waarop we excellent school geworden zijn, is dat natuurlijk de cijfertjes heel erg meespreken. Ja. Maar wat de dames net ook al zeiden, de kwalitatieve meting is ook heel erg belangrijk. Ja. Dus je krijgt uiteindelijk een paar kwalificaties toegekend waarop je dan het meest excelleert. En dat waren in ons geval dus niet de cijfertjes die goed genoeg zijn. Daar gaat het niet om, anders word je niet excellent. Maar het ging veel meer over de lerende school. Ja. En over het maatwerk en over het schoolklimaat. En dat we dus bezig zijn om leerlingen echt uit te dagen. En dat dat in alle lagen zit. En dat vond ik heel mooi om te horen, omdat buitenstaanders, die komen dan op school kijken, die spreken, ook met leerlingen, dat is bij ons trouwens heel normaal, dat met leerlingen wordt gesproken over wat ze ergens van vinden, of wat ze zouden willen, of wat zij denken dat goed is voor de toekomst. Dus dat is een prachtig iets om te horen. En dan gaat het niet eens zozeer om dat excellent worden, maar meer omdat mensen die er verstand van hebben, de school binnenkomen en zeggen, dit vinden wij excellent. Ja. Omdat het op alle gebieden zo is. Oké, want dat is inderdaad wel belangrijk dat het niet alleen om getallen gaat, hè, maar ook een duiding, ook een verhaal. Hè, want er bestaan nog 38 zelfstandige gymnasia in Nederland. Die hebben een stichting samen. En die hebben al sinds 1972 een enquête onderling, die dus met de hand netjes werd ingevuld. Die gaat nu binnenkort een deel zelfs op vensters voor verantwoording komen te staan. Maar met die gymnasia zijn we dus al heel lang bezig om te vergelijken doorstroom, jongens, meisjes, profielen, al dat soort dingen. Zelfs de achtergrond van de rector werd erin vermeld. Ja. Of je wel klassicus was of niet. Oké, want dat was het eerste wat bij me opkwam. Ja, wat Hanneke is ook voorzitter van die stichting Het Onafhankelijk Gymnasium. Het eerste beeld wat ik daarbij krijg, van dat zijn een beetje eigenwijze scholen. Die willen niet gemeten worden. Die zeggen van, dat zoeken we zelf wel uit. Maar is dat een misvatting? Ja, wij worstelen nogal met allerlei vooroordelen die er zijn over gymnasia. Oké, maar de metingen die passen gewoon netjes in het straatje van het onderwijs. En wij werken op school ook heel veel met metingen nu, waar je echt op kunt sturen. Dus leerlingenquêtes zijn heel gewoon over nieuwe docenten en gewone docenten. Maar door de nieuwe middelen, en dat is dus heel fijn, heb je veel meer data tot je beschikking, zodat je ook kunt zien van, klein voorbeeld, een klas gaat voor Nederlands in de brugklas prima. Ze gaan naar klas 2 in één keer, want bij ons blijven de klassen best hetzelfde. Dat is natuurlijk eenduidig onderwijs. Gaat dat helemaal niet meer? En dan ga je natuurlijk meteen, waar ligt dat aan? Wat kunnen we daarmee doen? En dat bespreek je dan met een sectie of met wie dat dan ook betreft. En wij zijn ook met die datateams bezig in ons bestuur. Wij doen zelf niet nu mee, want dat is dus tekort aan mensen. Maar dat kijken naar cijfers op de goede manier, want ik vind wel dat je altijd moet blijven kijken naar wat er achter zit. Je kunt niet zomaar roepen, wat je vroeger in de klas ook deed, wat iemand net ook zei, onvoldoende, dus je hebt niet geleerd. Nou, dat kan aan van alles liggen dat daar een onvoldoende staat.
Ja, ik heb natuurlijk ook even gekeken. Wat me opviel bij jullie is dat je heel veel jonge medewerkers hebt. Bij de 20 schiet de piek echt ver boven landelijk gemiddeld. Hoe komt dat? Nou, de jonge medewerkers twitteren meer, denk ik, dan de wat ouderen. Oh, okay. Maar we zitten wel heel erg op een gemiddelde. Ja, we hebben heel erg veel kunnen vernieuwen omdat de mensen gewoon met pensioen gaan. Ja. En we zijn een beetje gegroeid vanwege het nieuwe gebouw. En dan neem je zoveel mogelijk weer jongere mensen aan. Okay. Dus dat is heel erg prettig. Ik ga even naar Kees. Wat vind jij van al dat gemeet, vergelijken en scoren, scholen vergelijken? Ik heb bij jullie niet gekeken hoe jullie school landelijk gemiddeld doen, maar wat vind je daarvan? Meten vind ik goed en de openheid vind ik ook goed, maar het moet ook niet doorslaan. Want als je nu kijkt hoe men inderdaad in Amerika bezig is met meten, dan denk ik van, dan gaat het dus alleen nog maar om het meten aan zich. En wat mij betreft is het een middel om te kijken hoe scholen het doen, hoe secties het doen, hoe leerlingen het doen en daar uiteindelijk de verbetering uit halen. Ja, want het zijn een aantal factoren, hè? Ja. Dus leraar-leerlingratio, iets over de financiën. Wat zijn er factoren waarvan je zegt van ja, nou, schrap dat maar, want het zegt eigenlijk helemaal niks over de kwaliteit van het onderwijs. Laat me zeggen, ik ben het helemaal niet oneens met de factoren die erin staan. Het gaat er mij meer om van dat het meer is als alleen maar datgene wat er staat. En die ruimte is er gelukkig ook met fans van verantwoorden, dat je als school ook kunt uitleggen waarom je bijvoorbeeld een aantal keuzes hebt gemaakt. Ja. Het is niet sec alleen maar de data die daarin staat. Het is... je hebt als school ook de ruimte om uit te leggen. Okay. En dat heb je, noem het maar even, in de cijfers rondom de inspectie heb je dat veel minder. Daar zijn het inderdaad kale cijfers. Ja, want inderdaad bij elke meting is er natuurlijk iets waar je het mee vergelijkt. En de vraag die bij mij steeds blijft hangen is, wie bepaalt nou de norm? Wie bepaalt nou de norm bij al die metingen? Want je hebt natuurlijk wel die onderwijsinspectie, maar... Of is het een samenspel? Wij hebben ook wel zelf dat we vinden dat we aan een bepaald iets zouden moeten voldoen. Dus je stelt jezelf een doel van voor het CE willen we graag een 7 gemiddeld. Dat is best een heel hoog doel. Maar je moet juist een uitdaging hebben om ergens naartoe te werken. Ja. Dus je kijkt ook voor jezelf één natuurlijk wat haalbaar is. Want je moet niet iets neer gaan zetten waar je denkt dat gaat toch nooit lukken. Maar het is wel goed om iets te streven te hebben. Ja. Ja, dat denk je ook zo. Kijk, het systeem wat de inspectie nu aanhoudt, dat houdt zichzelf ook een beetje in stand. Want er zullen altijd, noem het maar, de 10 slechts presterende scholen zijn. Mm-hmm. Ja. Dus hoe goed je het ook doet, en ook al ga je vergelijken met jezelf, als de rest ook meegaat, dan kun je altijd nog steeds bij de 10 slechts presterende scholen, 10% slechts presterende scholen blijven. Het houdt zichzelf ook een beetje in stand. Dat komt ook omdat het de manier van cijferen is relatief. Dus als je naar de examencijfers kijkt, dan is er een norm gesteld die, ik weet het niet precies, maar op 6,4 staat of zo. En daar wordt dus de norm op aangepast. Dus wil heel Nederland een 7 gemiddeld halen, dan moet er echt iets gebeuren aan de manier van rekenen. Ja, oké. Dus ja, daar zijn natuurlijk ook dingen waar je naar moet kijken van hoe kijk je dan naar cijfers en hoe bepaal je die cijfers. Ja, want je ziet ook bepaalde schooltypes terugkomen. Ik hoorde iemand zeggen, ja, bij Montessori, dan zie je altijd eerst, dan zitten ze eronder. En aan het einde dan gaan ze eroverheen. Maar dat is dus iets wat wij nou met data bekijken. Die klassen worden helemaal gevolgd. En we hebben een voortschrijdend gemiddelde, zoals dat heet. En iedere leerling die dus met kerst op zitten blijven zou staan of niet overgaan, die wordt meteen achter de broek gezeten en die moet huiswerk maken en weet ik allemaal van dat soort dingen. Ja. En we zien gewoon dat het helpt. Ja. Dus dat ze persoonlijke aandacht krijgen op basis van, kijk, en ook omdat ze het zelf kunnen zien. Ja, maar bij iedere meting roept altijd weer weerstand op bij degene die gemeten wordt. Waar ondervinden jullie weerstand? Bij bepaalde type docenten of bij de leerlingen zelf of bij de ouders of de inspectie? Dat je zegt van ja, nou, kijk, we willen graag vooruit, maar ze doen niet mee. Maar je moet eerst een sfeer creëren, denk ik, dat er over onderwijs gepraat kan worden. En dat was heel lang geleden eigenlijk niet mogelijk. Ja. En als je zover bent dat iedereen echt ermee bezig is, van waar ben ik mee bezig en wat kan ik doen om de school en de leerlingen vooral vooruit te helpen, dan kan je ook steeds meer gaan praten over laten zien van wat die inspanningen dan opleveren. Okay. En het klopt wel dat sommige mensen niet doorhebben wat er dan aan cijfers staat, terwijl ze zelf de indruk hebben dat het wel goed gaat. Ja. Maar als je een goede verstandhouding hebt, dan kan je daar ook wel mee komen. Dus in die zin hebben we een beetje een cultuuromslag gehad. Ik denk dat we daar middenin zitten, want het is, je krijgt nu in één keer stuurinformatie. Of er nou een leerling, docent of school is, die je tot nu toe niet gehad hebt. En dat moet je goed kunnen interpreteren. Maar op het moment, even terugkomen bijvoorbeeld op die bolle plaat van Edo. Op het moment dat je dat soort platen hebt en je kunt goed visualiseren waar leerlingen staan, waar scholen staan, waar docenten staan in een presteren bijvoorbeeld ook. Dan kun je ook heel open bekijken van oké, wat zijn nou volgende stappen? En
dat is heel wat anders dan wat we tot nu toe gehad hebben. Want er was stuurinformatie, als ik bijvoorbeeld naar leerlingen kijk, ja, de 5 proefwerken van de afgelopen periode, punt. En daarop worden ingrijpende besluiten genomen. Ja. Nou, dit is totaal anders. Ja, je kunt ook wel meer lange termijn dingen checken. Zo. We zitten dus in die cultuuromslag, nu de toekomst. Welke kant gaat het op? Gaan we steeds meer meten vergelijken of krijgen we een soort... Ik denk wel dat, laat maar zeggen, het leergedrag steeds meer gemeten zal worden. Maar het leuke is dat datgene wat je nu ziet gebeuren, er ook voor zal zorgen dat je nieuwe antwoorden kunt verzinnen op bestaande problemen. We hadden net over zitten blijven. Op het moment dat je maatwerk kunt leveren, waarom blijven leerlingen nog zitten? Ja. Als jij maar op één vak bijvoorbeeld helemaal onderuit gaat, dan het is waanzin. Maar dan precies hetzelfde op het moment dat je goed kunt monitoren en je hebt een leerling goed in het snotje. Waarom toets je dan nog? Ja. Want het is een constante monitoring. Oh, dat is interessant. Dus dat je gewoon geen toetsen meer hebt. Je weet precies real-time waar leerlingen staan, hoe ze het doen en welke keuzes ze maken. Okay. En dat heb je nog inzichtelijk ook. Ja, dan ben je dus ook van examenstress bij je af. Dat zou zomaar kunnen. Ik ben wel bereid om die discussie aan te gaan. Okay, je kunt wel een soort proeven van bekwaamheid doen, maar ik ben het op zich met jou eens dat bij ons is het aantal rapporten, wat er vroeger altijd was, is ook al verminderd, want dat is eigenlijk niet meer nodig. Maar je moet ook altijd stapsgewijs werken, want ouders hebben ook behoefte aan rapporten. Ja. Dus die kan je natuurlijk niet zomaar afschaffen. En ja, dat zijn dingen. En ik denk dat het naartoe gaat dat het zoveel mogelijk maatwerk wordt. Mm-hmm. Waarbij je niet moet vergeten dat voor sommige leerlingen een klassenverband ook heel belangrijk is. Dus je moet eigenlijk een soort samenspel zien te verzinnen tussen gezamenlijke activiteiten en hun eigen leerproces. Waarbij dus zitten blijven helemaal nooit meer nodig is. Want iedereen is op zijn eigen gebied bezig. Ja. He, want de ene leerling is sneller dan de andere en de tweede heeft veel meer verdieping nodig. En nou ja, zo kan je zo. En het meten van leerstijlen vind ik dan dus heel interessant. Maar om nou op iedere prestatie, iedere leerling voortdurend af te rekenen, dat werkt niet erg aanmoedigend, denk ik. Dus we gaan toe naar een soort van portfolio, wat een totaal laat zien van een leerling. Dat denk ik verschillende trajecten. Het is toch een beetje van de soorten dat leerlingen 4, 5, 6 jaar op school zitten en met een diploma van school gaan waar 6 of 7 vakken en een titel van de profielwerkstuk op staat, dat het is. Nou, bij ons krijgen ze dan een testimonium mee. Goed zo. En daar staat op wat ze allemaal nog extra gedaan hebben. Ah, kijk eens aan. En dat is dan net de kwalitatieve kant dat je zegt van het is heel breed wat ze allemaal doen. Ja, oké. Want jullie zijn het vooralsnog best wel heel erg met elkaar eens. Ja, maar dat wisten wij al lang. Maar waarin verschillen jullie scholen nou dan? Of? Ja, het verschilt in die zin van dat Kees dus veel verder is met het ICT-onderwijs aan leerlingen georganiseerd. Ja. Bij ons is het nog veel meer van waar het mogelijk is, doen we dat. Secties zijn er heel hard mee bezig. Maar wij hebben nog niet, maar dat zal niet lang meer duren, dat alle leerlingen met een device op school komen. Ja, en dat is bij mij wel. Dat is bij jou wel, inderdaad. Ja. Oké, dus het zit hem toch weer in de iPad. Nee. Het verschil is bijvoorbeeld ook een open platform waar in principe ruimte is voor alle content en alle toepassingen zoals je ze hiernaast ook ziet. Maar waarbij wel de data eruit gehaald wordt ten behoeve van het leren van leerlingen. Want laat me zeggen, dat hadden wij in het begin waar we ook vrij snel eens. De titel is niet goed, hè? Data of leerling centraal. Nee. Het is door data de leerling centraal en de docent is een kracht. Ja. Dat is door het. Data, de leerling centraal en de docent in zijn kracht. Ja. Ja. Dat is de toekomst van het onderwijs. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Want, denk je dat ook? Ja. Want de docent wordt voor een heel groot gedeelte ontzorgd door de data. Ja. Een hele hoop, laat maar zeggen, een hele van zijn tijd is hij nu kwijt aan, nou, noem het maar even, administratief werk. En dat hoeft voor een hele hoop momenten niet meer dan. Ja. Helemaal eens. Daardoor kun je dus veel meer gaan kijken van wat kan je dan met die data die je hebt. En op welke manier kan je jezelf dus verbeteren. Okay. Of dingen aanpassen of wat ook. Ja. Want bij mij kwam wel eens een beeld op van hè, omdat het scoren zo belangrijk is, dat docenten en schoolleiding heel erg op die scores gaan zitten. Gewoon de leerling in de klas vergeet. Maar het kan dus ook andersom werken. Dat als je dat doet, dat je de zwakke plekken kan identificeren en tijd over hebt. En, en het probleem is nu een beetje dat je een soort van gedwongen wordt om op die score te werken. Omdat iedereen voortdurend met elkaar wordt afgerekend. Vooral op de score. Ja. En dat is gewoon heel jammer dat dat niet wat breder en inzichtelijker is. Ja, want met data kun je ook gewoon een verhaal vertellen. Ja. En ik denk ook juist, met name naar ouders toe, dat het verhaal ook nodig is. En als je het hebt inderdaad over weergaven, je hebt een dashboard voor leerlingen, een dashboard voor docenten, maar ook een dashboard voor ouders. Ja. Zodat ook zij beschikken over de juiste data. Okay. Ja. En allemaal meekijken en iets om over te praten. Ja, absoluut. Oké. Nou,
Het was niet echt een debat, omdat ik jullie het eigenlijk wel met elkaar eens zijn. Misschien is dit ook de trend die aanwezig is in het onderwijs. Het nieuwe samenwerken. Ja, ja. Als je het er niet mee eens bent, dan hebben we altijd nog Twitter. Dus ik ben benieuwd wat voor reacties we hier dan weer op krijgen. Dus maar ik wil in ieder geval hartelijk bedanken. Anneke Taat en Kees Verstegen. Goed, toen ik op school ging, toen kreeg je dat net allemaal, computers, weet je wel. Dat is een oude DOS-bak en zo, nou, dat was gewoon helemaal niks. En als ik nu zie wat ze allemaal op school hebben, wat er allemaal mee kan, heb ik wel een hoop geleerd vandaag hoor, hey, wat allemaal over dingen gebeuren. En nu nog wat? Over jongeren gesproken. Ja, je ziet tegenwoordig, wou ik even zeggen, dat er steeds meer gewerkt wordt op scores, wat er net al is gezegd. En de examencijfers zijn opgehoogd. Je mag tegenwoordig eens een nieuwe regel bijgekomen. Moet je een 5,5 voor je centraal schriftelijke examens moet je halen. En je ziet dat de druk voor de leerlingen heel hoog komt te liggen. Maar ook voor scholen wordt het heel erg, de druk komt gewoon heel erg hoog. En ik denk dat die door scholen meer individueel gericht moeten werken. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Nou ja, misschien dat met data we los kunnen komen van het eeuwige scoren en de lijstjes. Ja, want het is vooral de druk wordt steeds hoger gelegd voor iedereen. Ja. Moet steeds beter. Ja, excellent was nog niet goed genoeg volgens Dekker, geloof ik. Maar goed. Hey, dankjewel. U heeft wellicht zelf ook iets bij te dragen. Meningen, theorieën, een verhaal of een ervaring. Daar hebben we Twitter natuurlijk voor. Maar misschien dat u nu even iets wil zeggen. Dan kan dat. Oh, kijk, daar hebben we al iemand. Ja. Kom maar even hier, dat kunnen we allemaal even zien. Ja, hartstikke idee, ik kom er even bij. Hoi, zit je zelf in het onderwijs? Ik ben een van de learners die niet bovenop is zit vandaag. Oh, wacht even. Ja. Zo, kijk dan. Ah, ja, hij doet het. Test. Oh, je bent een van de 21 learners. Ja. Je had eigenlijk ook boven willen zitten. Maar... Nee, dat laat ik aan hun over. Dat kunnen ze veel beter dan mij. Maar wat ik me heel erg afvroeg in dit verhaal, en dat is eigenlijk bij alle sprekers. We hebben het vandaag gehad over, met name over minder presterende mensen. Wat doen we met mensen die minder presteren? Maar om het even te koppelen aan het verhaal van Studyflow. Wat doen we met iemand die heel makkelijk die 89% bereikt? Ja. Laten we diegene mensen helpen die minder presteren? Want dat is eigenlijk geen uitdaging voor zo'n persoon. Hoe zorgen wij dat zeg maar, de Einsteins in onze generatie ook echt de Einsteins kunnen worden? En dat ze van die 89% naar misschien wel 120-150% kunnen gaan. Nou, vaak de Einsteins doen het op de gewone school heel slecht. Ja, want die worden tegengehouden door zeg maar het schoolsysteem. Omdat alles waar zij op uitgedaagd zouden moeten worden, daar worden ze niet op uitgedaagd. Ja. Dat kunnen ze al. Hoe zorgen wij dat deze mensen ook echt de uitdaging krijgen, zodat zij zich tot hun volle potentie kunnen ontwikkelen? Ja. Nou, ik denk dat die apparaten van Kees er wel uitlichten. Zo van, nou, jij bent wel een heel, heel bijzondere leerling. Geef maar gewoon een innovatieve start-up opzetten of zo. Dan hoef je het rekenwerk niet te doen of zoiets. Nou, dat is één. En twee is dan van, hoe behandelen we deze mensen? Ja. Hoe gaan we zorgen dat dat sluit ook wel heel erg aan op alles wat vandaag gezegd is. Hoe gaan we zorgen dat deze mensen ook een zodanige uitdaging krijgen, dat deze mensen ook met school nog steeds bezig willen zijn? Ja. Ja, datagedreven onderwijs kan leiden tot dat je veel meer moet doen. Maar bij die leerlingen misschien juist dat ze ook wat minder kunnen doen en andere dingen. Goed. Dankjewel. Ja. Verder nog reacties hier of daar? En anders dan gaan we nog naar de mensen van Kennisnet zelf. Ja, oké. Ja, ik dacht, als er veel docenten zitten, die weten het allemaal beter natuurlijk. Die gaan helemaal los. Maar er zijn hier niet zoveel. Dat is wel opvallend, ja. Goed. Nou, zoals ik al zei in het begin, als u hier nieuw bent bij Tech Talk Late Night, we zijn dus niet van een omroep of zoiets, we krijgen ook geen cultuursubsidie, we zijn eigenlijk een beetje zoals een congres. We hebben steeds een andere partner met wie we het programma organiseren, die dan thema bepaalt en wij kunnen dat dan allemaal een beetje op onze eigen manier invullen. En de mensen van vanavond zijn de mensen van Kennisnet en die hebben ervoor gezorgd dat dit toch allemaal mogelijk is vandaag. Dus mag ik daarom een hartelijk applaus voor Madelief Keijzer en Michael van der Wetering. Spannend. Hallo. Hey Michael. Hey Chris. Hallo.
Goed. Heb je een beetje een leuke avond gehad? Ja, ik wel. Ja, ja. Oké. Okay. Want ik vond het wel grappig dat toen ik bij jullie kwam, want ik heb jullie natuurlijk ook wel eens op congressen gezien, zei ik, ja, jullie zijn altijd zo enthousiast over ICT, dat is allemaal zo mooi, zo prachtig. En toen zei je, nou, je mag best wel een beetje kritisch naar ons zijn, want we beginnen ook wel een beetje tot inzicht te komen van, het moet wel werken. Dus zijn we vandaag een beetje kritisch genoeg geweest? Of denk je van nou? Ik vond het een hele leuke discussie waarbij je wat loskomt van standpunt van, nou ja, je hebt er niks aan of het is absoluut belangrijk voor de toekomst van het onderwijs. En je wat meer hebt van, waarom zou dat dan zo zijn? En wat heb je eraan? En hoe zou het dan werken in het onderwijs, in de praktijk? Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk, dat gesprek meer gaat over de achterliggende redenen. Ja, oké. Okay. En dat is wel een beetje naar voren gekomen. Ja, dat vind ik wel. Ja, okay. Maar ja, dat moet je eigenlijk aan de zaal vragen. Niet ja, meer. Inderdaad. De smileys die zijn ook voor ons van toepassing natuurlijk. Die krijg je straks ook nog. Goed. Hey, Madelief, dank je dat je me zo geholpen hebt. Want normaal voor zo'n programma als dit moet ik me echt helemaal de blubber bellen om goede gasten te hebben. En Madelief heeft voor gezegd, oh, dan moet je die hebben. Oh, dat is ook een leuk onderwerp. Dan kun je die nog vragen en zo. Die hebben het me echt ontzettend makkelijk gemaakt. Dus dank je wel. Alsjeblieft. Dus, graag gedaan. Ja. Maar goed, hoe leeft dat bij jou? Een beetje die fase van nou, we waren ooit heel IT-happy en we beginnen wat kritischer te worden. Hoe heb jij dat ervaren? Altijd al kritisch geweest. Ja. Op ICT, ik van huis uit psycholoog, dus veel meer geïnteresseerd in alle sociale componenten. En het interessante, denk ik, van de tijd van nu, is dat we juist ook die aspecten beter kunnen gaan meten. En dat het niet alleen maar gaat over harde prestaties, maar ook, wat gebeurt er in je lichaam en hoe kan je dat meten? Daarom vond ik ook Quantified Self natuurlijk heel interessant. En de vraag is wel, wat kan je daar dan nog verder mee in het onderwijs? Dus daar ben ik nog heel erg benieuwd naar. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Ja. Daar moeten we mooie blogs over schrijven, want dat zie ik als veelbelovend. Ja. Ja, want het prestatiegericht, het afmeten op uitkomst en al dat soort dingen is natuurlijk ook een beetje een cultuur van dit moment. Zien jullie dat zich verder ontwikkelen? Dat datagedreven onderwijs gewoon steeds verder, steeds meer alomtegenwoordig wordt? Of krijgen we straks een soort backlash en zo? Van jongens, al dat meten, laat het nou maar. Ja. Nou, het vervelende met Quantified Self en Big Data in het onderwijs en Learning Letters is dat de timing een beetje beroerd is. Hè? Want het invoeren van centrale toetsen en veel meer nadruk op het meten van prestaties, dat wordt dan meteen vereenzelvigd met het gebruiken van informatie om een beter beeld te krijgen van de voortgang in het onderwijs. Ja. Dus ik ben heel blij met dit soort gesprekken en vond het daarom ook heel belangrijk om dit gesprek te hebben. Ja, hoe kun je in het onderwijs informatie gebruiken om rationelere beslissingen te nemen en je intuïtie aan te vullen met data? Want wat de datateams eerder zeiden, is dat onderzoek ook laat zien dat die intuïtie vaak niet overeenkomt met de daadwerkelijke oorzaak. En dat het dus de moeite waard is om die informatie te gebruiken. Ja, dat vind ik ook leuk. Dus soms denken ze dat ze een probleem hebben en ook nog de oorzaak. En dan blijken ze een heel ander probleem, of helemaal geen probleem hebben. Het lijken wel mensen, die leraren. Het zijn net mensen, ja. Goed. Hey, Madelief, jij bent net even nog naar je naast gelopen om wat van de reacties binnen te... Oh, dat zijn er behoorlijk wat. Ja, ik heb ook heel hard moeten werken net even om dit allemaal te verwerken. Dit wordt allemaal nog wetenschappelijk geanalyseerd door de datateams. En verschijnt nog op de website techtalk.nl en misschien ook jullie site. Maar even een overzichtje. Nou ja, wat interessant is van deze tijd is dat doordat er zoveel data beschikbaar is, er ook ontzettend veel start-ups ontstaan die wat met die data doen. En dat hebben we hier in de zaal hiernaast gezien. Jullie zijn daar massaal geweest. Echt ongelooflijk. Er was ontzettend veel interesse. Over het algemeen positieve reacties. Heel erg verdeeld over de bedrijven. Dus we hebben helemaal niet een duidelijke winnaar, helaas. Oh. Of juist heel erg goed. Dus die start-ups zijn ontzettend goed bezig. Wat opviel, zal ik dat allemaal vertellen? Wat opviel was dat er zijn eigenlijk drie dingen die jullie van belang vinden, hebben we gezien. En dat is dat als er leerlingen worden betrokken bij de applicatie, dan wordt dat heel erg gewaardeerd. Dus dat is wel een tip voor de mensen die hier nog van plan zijn om nieuwe apps te bedenken. Dat is echt iets waar als je een leerling een duidelijke rol heeft, dan wordt dat heel erg gewaardeerd. Je hebt ook een aantal totaaloplossingen, zoals jij eerder vertelde. Nou, dat wordt ook echt heel erg gewaardeerd. Ik heb hier een aantal
alles in één. Joehoe! Digitale schooltas, gamification, dat zou iedere school moeten hebben. En nou, zo okay. Zijn er echt hele enthousiaste reacties. Ja, want je zag een beetje verschil tussen, zullen we zeggen, losse applicaties. Hè? Dit is voor het rooster, dat is voor rekenen. Ja. En de totale leeromgeving. Ja. Was daar nog een verschil in? Dat mensen, want deze wil zo'n totale leeromgeving. Maar... Ja, dat wordt heel erg gewaardeerd. Okay, dus en dan in combinatie met dat het er mooi en gelikt moet uitzien. Dat wordt echt ook erg gewaardeerd. Je kunt de kans horen. Ja, precies. Dus nou, geen duidelijke winnaar, maar wel echt heel veel bezoek. Ik ben ook nog even natuurlijk gaan vragen naar de mensen die daar zelf de hele avond hebben gestaan. Adem en tijd tekort. Oh, een super diverse doelgroep. En zij zeggen ook, we hebben moeders gezien, ontwikkelaars. En we hebben dus van al die diverse mensen heel veel feedback gekregen om onze producten ook weer verder te ontwikkelen. Dus zij zijn ook ontzettend geholpen met jullie feedback. En gaan volgens mij keihard verder met allemaal mooie applicaties ontwikkelen. Dus echt heel waardevol. Okay, nou, ik ben benieuwd. Misschien zit er nog de nieuwe Bill Gates of Steve Jobs bij. Dat wil ik nog graag zeggen, want toen ik binnenkwam stonden daar al vier de jongste mensen, denk ik, die hier vanavond aanwezig zijn. En ik weet niet helemaal of ze nou hun businessplan kwamen checken of kwamen solliciteren of kritiek kwamen leveren. Ik weet het niet, maar ze zitten er nog steeds. Oh, dat zijn de kinderen van de Leonardo-klas. Die hoeven niet gemeten te worden, die zijn gewoon goed. Nou, en volgens mij ook heel kritisch. Ongelooflijke WizKids. Ja. En ongetwijfeld, als we dit over 4 jaar, 3 jaar, misschien nog korter organiseren, zitten jullie daar waarschijnlijk met jullie bedrijfjes, denk ik zo. Oké. Nou, ik ben benieuwd. De toekomst van het onderwijs, in ieder geval data en steeds meer data. Laten we er wat leuks mee doen en dat het onderwijs daarmee beter wordt. En dan zijn jullie er in ieder geval bij, van Kennisnet. Nou, in ieder geval hartelijk dank. Michael van der Wetering, Madelief de Keijzer. Dankjewel. Goed. Ja, tot slot. Data-gedreven muziek. U heeft ze al even kunnen zien in een soort van preview aan het einde van de eerste helft. Willem, waar ben je? Willem. Ah, kijk eens aan. Willem kon er nog eens eventjes een keertje bij. Nu gaan ze wat langer spelen. En als je nou denkt, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die app, hoe dat nou werkt. Kun je gewoon even naar Willem toe lopen, over de schouder meekijken. Misschien kunnen we nog op een knopje drukken. Maak er geen flipperkast van. De jongens hebben het al zo moeilijk. Maar ze gaan nu wat langer spelen. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Nou, terwijl Willem zijn boeltje installeert, wil ik natuurlijk eerst nog een heleboel mensen hartelijk danken. Natuurlijk Madelief en Michael die ervoor hebben gezorgd dat dit allemaal kon vanavond. Rec Online die achter in de regiekamer zit en dit allemaal mooi opneemt en ook over 2 weken op YouTube zet. Kunt dit allemaal op uw gemak nog even terugkijken. Is onder Creative Commons, dus je kan ermee doen wat u wil. Het is allemaal gratis, allemaal vrij. Dat is natuurlijk ook TikTok, vrije informatievoorziening. Mensen van het paard, VJ Michiel, band Power to the Pipo natuurlijk. Judith die hierboven zit. Huip en Dennis die zijn aan het twitteren de hele avond. Die zitten daar geloof ik achter. Ik ben benieuwd wat hun ervaring is. TikTok.nl. En daar vindt u ook terug wanneer de volgende aflevering is. Dus waarschijnlijk in het najaar. Omdat we steeds weer met een andere partner doen, is het altijd afwachten of het ons lukt. In ieder geval hoog op de verlanglijstje staat iets met gezondheidszorg. Iets met topvrouwen in de IT. We moeten gewoon meer vrouwen in de IT hebben. Iets met virtueel geld, iets met burgerschap, allerlei maatschappelijke onderwerpen die nog op de agenda staan van TikTok Late Night. Nou, ikzelf en een aantal jongens van hier zijn over 2 weken hier met iets heel anders. Een boek over literatuur in de middeleeuwen. Ja, dat doen we ook hier in Spinoza te paard. Oké, goed. Dit was TikTok Late Night. Mijn naam is Chris van het Hof en Willem en Power to the People gaan nog even lekker met Reboot Live. Tot de volgende keer. Dank u wel.